Een palm joint. Palm joint. Heb jij de joint? Nee. Kan je ze niet vinden? Nee. Loopt hij nou weg? Shit, is die weg? Ja, hij was te langzaam. Nee, meen je dat? Ja, echt. Wow, mensen zijn wel echt pittig. Je vraagt je misschien af, waarom staan Jurre en Ralf hier in een heel random weiland? Ja, er gaat hier namelijk iets heel erg illegaals gebeuren, maar we mogen daar zelf niet aan meewerken. Nee, we gaan namelijk aan het werk bij een coffeeshop. En nou is dat op zich allemaal legaal, alleen dat kleine stukje ervoor, het leveren van al die wiet wat we nu gaan doen, niet. We mogen dus wel kijken, maar niks aanraken. Terwijl we dat zo graag zouden willen. Toch? Ja. Maar we houden het lekker legaal. Nederland heeft een gedoogbeleid. Het kweken, verkopen en bezitten van wiet en hash is eigenlijk illegaal, maar wordt door de vingers gezien. De grap is, dat gedoogbeleid gaat alleen over de verkoop in coffeeshops. De inkoop van wiet en hash is binnen dit gedoogbeleid nog steeds verboden. Heel kut voor leveranciers, want die moeten hierdoor werken in een crimineel circuit. Ja, dat lukt je al. Open maar. Oh, lekker. Jezus. Heb je ooit zoveel wiet gezien? Nee. Oké, 3, 2, 1. Oeish! Oh, zo. Word je niet helemaal stoned in die auto? Nee, jij ondertussen niet meer. Hoeveel zakken zijn dit? Ja, dat zijn 6 zakken, allemaal van 1 kilo. En deze gaan dan voor 5000 per kilo. Maar hij moet wel even dicht denken, man. Dan komt even iemand aan. Want hij gaat dit zien. Kom maar, dan doen we hem even dicht. Dan zeg je eens aan de buurman die belt. En dan komen ze wel even kijken. En die trekker die moet dus even... Ik vind het wel grappig dat ik nu wel aan jou merk dat je hier wel zenuwachtig van wordt. Ja, tuurlijk, ja. Dus 30 euro ga jij terugbetalen als het kwijtraakt. Ja, er hoeft maar één iemand te bellen. Het ziet er natuurlijk raar uit hier. Ik sta helemaal verhuld. Normaal zou ik dit dan nooit buiten op een weg doen ergens. Doen we altijd achter gesloten deuren. Ik moet zeggen dat ik hem ook wel voel, hoor. Ik word hier ook wel echt... Als ik jou zie hoe zenuwachtig jij wordt, word ik ook wel zenuwachtig. Ja, je moet daar scherp op zijn. Voor je het weet komt de politie langs. Maar even terug bij het begin. Want jij bent leverancier voor de coffeeshop waar wij straks gaan werken. Hoe kom je hier nu aan? Ik heb deze partij net opgehaald bij een kweker. De shop werkt met een bepaalde groep kwekers waar ze standaard zaken mee doen. Eens in de 3 maanden is een partij klaar. En dit was er één van. Zoals jullie net hebben gezien is het nog per kilo verpakt. Zo kan het natuurlijk niet naar de coffeeshop. Ik ga het brengen naar de werkplek waar ik altijd vandaan werk. Daar heb ik weegschalen staan, vacuümmeermachines. En daar ga ik dus die... kilo's, in dit geval in zakjes van 10 gram, ompakken. En dat hele achterdeurstukje, dat is dan ook weer illegaal, toch? Ja, want eigenlijk pas op het moment dat het in de coffeeshop is, dan mag je daar 500 gram in huis hebben. Tot die tijd zijn er eigenlijk geen uitzonderingen voor. Maar dus 6 kilo en 30.000 euro. Ja. Hoe gaat zo'n transactie? Hoe werkt dat? Eigenlijk altijd cash. Dus je hebt dus ergens wel echt een kluis met heel veel contant geld liggen? Nou, de coffeeshop in ieder geval. Ik weet niet waar ze dat hebben liggen. Maar op het moment dat ik een nieuwe partij moet inkopen, dan geef ik aan hoeveel ik ga ophalen. En dan krijg ik gewoon een envelop met geld van de shop om dat te gaan kopen. En je kan niet naar een winkel gaan om veilige inkopen te doen. En heb jij dan nu iets van bescherming bij je of zo? Nee, ik draag geen wapen bij me. In de regel heb ik die ook niet nodig. Alle mensen met wie ik zaken doe, vermijden ook zoveel mogelijk risico. En zijn dus geen harde criminelen, maar lieve gepassioneerde hippies. Die een zo mooi mogelijk product willen leveren. En zelf ook zo min mogelijk risico willen lopen. Het is alleen dat door de huidige wetgeving worden ze geforceerd om het op deze manier te doen. En mogen wij dan nu één zakje alvast meenemen? 1 kilo. Ja, dan ben je wel meteen medeplichtig. Jij mag het voor me brengen, graag zelfs, maar ik zou je het afraden. Oké. Ik vond het wel echt heel spannend. Ja? Ja. Ik vond het juist wel chill ook hoe gewoon... Het is gewoon het ding dat het illegaal is gemaakt, maar dat is natuurlijk ook een beetje jammer. Nee, maar toen wij met die kofferbak open stonden, dat rookje aan de overkant, ja. Die wietlucht. Maar het voornaamste vind ik gewoon dat je ook heel erg aan hem merkt dat het gewoon irritant is dat het illegaal is. Want ja, we zitten met z'n allen dan lekker te blowen in een coffeeshop en dan moet hij hier helemaal zo in vermomming staan en... Ja, grap. Ik heb echt nog nooit zoveel drugs gezien bij elkaar. Zo'n bak met wiet. Ja. Toch? Ik kreeg echt zin om te blowen. Oh, yo, ja. Ik blow nooit, maar... Zo goed dat we in een coffeeshop gaan werken vandaag. Ja. Oké, maar we weten nu in ieder geval hoe dit onderdeel gaat.
Dus laten we gaan, anders dan komen we te laat op onze eerste dag. We kunnen niet te laat komen. Kom op! Yes! Omdat er maar 500 gram in een shop mag liggen, moeten coffeeshops meerdere keren per dag worden bijgevuld. In de buurt van elke shop heb je dan ook geheime bijvullocaties waar nieuwe stashes klaar liggen. Pas vanaf het moment dat wiet in de shop ligt, wordt het legaal om aan het werk te gaan. En dat doen Jurre en Ralf vandaag in de shop van Jari, wiens voorraad net is bijgevuld. Hey! Goedendag, Jurre. Hallo! Hi, Ralf. Hi, Jurre. Dank jullie het ontmoeten. Je nieuwe werknemers melden zich. Ja, nou welkom, jongens. Ja, heb je toevallig zo'n zak daar liggen? Ja, ik heb hem dus net binnengekregen. Ik zal hem er even bij pakken voor jullie. Nou, alsjeblieft. Oh ja. Aan jullie de eer. Maar wacht, dit is dus nu... Nu is het illegaal, daar is het legaal. Eigenlijk wel. Hè. Eigenlijk, zolang we binnen in de shop staan, behoort het tot onze 500 gram. Maar dat betekent dus ook dat er een paar keer per dag dus iemand via de achterdeur stiekem wiet naar binnen moet smokkelen. Ja. Om maar die koffieshop aan te vullen. Ja. Er zijn verhalen, bekende rechtszaken, waar de shops zijn die tot 10 kilo op één dag verkochten. En als je dat dus per 200 gram moet bijvullen, onwerkbare situatie. Als hier een controle is en er is 501 gram in huis, dan neemt de politie alles mee. Wij gaan vandaag hier aan de slag. Wat vind jij nou een goede werknemer? Is dat een stoner of is dat iemand die niet bloot? Vanuit onze kant denk ik dat de productiviteit bij de niet-blowers vaak iets hoger ligt. Ja, dat wel. Ja. Bloot jij wel eens? Ik heb wel een tijdje gebloot toen ik was gestopt met roken. Oh, ja. Maar nu blow ik eigenlijk niet meer zo heel veel. Jij? Nee, ik dus eigenlijk ook niet. Nou, dan stel ik voor dat we het blowen tot het einde van de shift bewaren. Werken in een coffeeshop is niet alleen achter de balie staan. Deze shop heeft ook een horecagedeelte die Ralf en Jurre vandaag lopende moeten houden. Verder is het hun taak de shop schoon te houden en alles op tijd bij te vullen. Klinkt simpel, toch? Oké, wat moeten we doen als er straks iemand komt? Nou ja, de meeste klanten die hier aankomen, die hebben zelf wel een idee wat ze willen hebben. Dat scheelt. Je hebt natuurlijk een boel klanten die zullen je gewoon zeggen, ik wil 1 gram Amnesia. Wat doen we dan? Dan pakken we de bak Amnesia erbij. Die staat hier. Kijk je op het scherm, even goed zoeken, waar is het knopje Amnesia? Kun je vinden. Oké, maar mag ik het eens dan proberen? Ja, zeker. Dus Amnesia, precies, die? Juist. En dan 0.0. En hij wil 1 gram hebben, dus het is aan jou de taak om die gram af te wegen. En mogen we dit gewoon zo pakken? Ja, het liefst. De echte professional zou dat met 1 hand doen. Als we het hebben over de productbehandeling, we willen natuurlijk niet zien dat jullie de topjes kapot maken. Het is juist een skill om dat grammetje te vinden. Nou, ik zie het al. Jij bent de natural. Woe! Heel dichtbij. We pakken een zakje. Kun je makkelijk openen. Met 1 hand. 1 hand. Ja, dat 1 hand is wel een ding, hè? Ja, nou, probeer het graag even. Met 1 hand. Oh, je hebt wel krachtige vingers. Nou, moet je even aan wennen. Kijk hier, 1 hand. Kijk eens, skillful. Dus als je het gevoel hebt dat je te langzaam bent of te lang bezig bent, breek dan het ijs door een opmerking te maken. Soms weten ze niet wat ze gaan doen. Ze zeggen, oh ja, ik wil een jointje voor vanavond. Ga je naar een feestje of ga je chillen met vrienden op de bank? Wil je een rustige avond of ga je nog dingen doen? Wil je nog gaan dansen? Ja, maar dan kom je dus wel in dat adviesstuk waarin wij natuurlijk niet alles weten. Nee, maar zo lastig is het niet. Ik ga jullie de makkelijkste geven. Oh, doe het even, ja. Voor jullie, als het aankomt op de effecten, kun je het best naar deze middelste categorie kijken. En je ziet dat het eigenlijk allemaal of indica of sativa is. Oké. En dat geeft je dus de indicatie, is dit een upliftend sativa of is het een relaxende, kalmerend indica. Chillen, sativa. Precies. Dus eigenlijk is dat de nummer 1 vraag. Of, dat indica weet indica is in de bank, indica, dan ga je in de bank. Indica. Couch. In die couch? Ja. Ja, inderdaad. En sativa, daar word je gewoon Satan. Ja, gek. Hallo. Fuck, ik ben er. Er komen gasten. Helemaal niet klaar. Buiten staan ook nog mensen. Hey. Hi, goeiedag. Ja, en wat zou u graag willen? Een palm joint. Heb jij de joints? Nee, hier, ik heb een joint. Oh. Oh nee, dit is niet gedraaid. Kun je ze niet vinden? Nee. Wow, we zijn ook ineens zijn we bezig met 2 kassa's. Hey, hoe zit het met die cappuccino? Ja, die cappuccino. Kom je nu mee? Nee, hier, deze moet ik hebben. Ja, loopt hij nou weg? Shit, is die weg? Ja, hij was te langzaam. Nee, meen je dat? Ja, echt. Wow, mensen zijn wel echt pittig. Liep hij nou gewoon weg omdat we te langzaam waren? Ja, je was echt aan het kut weer. Hi. Hallo. Ik heb de grammar of Super Silver Ace. Yes. You're going to lie on the couch or are you going to party? Party?
Dat was toch I wanna lay on a couch and party. Alright. Oké. Okay. Er liep net dus een klant weg. Omdat het gewoon overduidelijk was dat Jurre geen idee had van de soorten die überhaupt op het menu stonden. Dat is natuurlijk ook wel vervelend. Als je ergens komt en er staat overduidelijk op de lijst en het personeelslid kent het bestaan niet van deze zeer bekende hashtrain. Is Silverhaze hetzelfde als Super Silverhaze? Ja, Super Silverhaze. Okay. Hoe deed je nou dat je kan zien wat het bedrag is? Gewoon erop klikken. Oh ja. 5 gram? Nee, 5 euro. 5 euro, dus dit is iets te veel. Vindt u dit ook oké, zoveel? Ik ben nu wel heel erg aan het stellen. Ja, je zit ook in mijn nek te hijgen. Hallo, goeiedag. Kan ik u helpen? 20 euro voor de super. How much? 20 euro. 20 euro of? Super Silver Haze. Super Silver Haze, oké. Hou je het een beetje bij elkaar? Ja, maar ik raak zo gestrest van al die namen ook. Wait, you said Super Silver Haze? Look at this. Perfect, right? Oh, now I have 21.20. Is that okay for you? 20 euros, okay. Ooh, you are really strict. 2060? Yes. That's okay? Yes. Upsell. Look at this. Yes. Whoa. Wow. Right, here you are. Thank you, bye-bye. Gaat het allemaal snel, man? Hey. Latte art, latte art. Je bent ook gewoon in deze... Are you gonna use this to chill on the couch, or... Je moet gewoon opschieten, Ralf. Oh ja, oké. Ik vind dat Ralf echt zijn best doet. Ik heb 2 voorbeelden gegeven van... zoek dat contact op met die klant. En hoe doe je dat? Grappig dat hij precies die 2 zinnen blijft gebruiken. Soms ook waar het ongepast is. Ralf, het is een zoontje hier. Ja, ik ben bezig. Ik kan het mee. Haal het weg, allemaal. Oh, kijk eens, 51. Is dat goed? Kijk eens. Alright, thank you. Oh, mensen zijn echt helemaal niet blij. Nou. Ik zie dat het steeds een groter soortje wordt, jongens, hier. Ja, plastic overal. Oh, wat is dit? We gebruiken nu 3 keer zoveel koffie? Nee, ik deed een 4-dubbele, een dubbele espresso in het kwadraat. Oh, en toen dacht je, de rest van de koffie die smijt ik gewoon... Ik heb er nog geen tijd voor gehad om het op te ruimen. Oh, sorry hoor. Jezus, okay. Het werd ook in één keer heel druk, hè? Ah, het wordt wel een duur bakje dan, ja. Ja, oké, we gaan dit even opruimen, goed? Ja. Heb jij niet het gevoel dat we nu zijn hele shop aan het opfokken zijn? Nou, ik heb in ieder geval het gevoel dat we wel heel erg lekker aan het verdienen zijn. Ja. Toch? Maar ik ben ook bang dat ik soms het verkeerde geef. Maar dit zijn wel echt White Widows, hoor. Tering. Hallo, met Ralf. Hey. Ik zie dat jullie nog helemaal niet hebben bijgestuurd. Ja. Oké, doeg, dank je. Het moet worden bijgevuld, nu. We moeten koffie zetten. Wiet verkopen, schoonmaken, bijvullen. Jurre zit hier met een soort paniek in zijn ogen. Je hebt geen idee wat hij moet doen. Ja, veel te veel. Ja, klein stukje eraf. Oké. Ik ga weg. Doen we die op. Laat ik weer van alles vallen. Gaat het goed hier? Is het bij jou gelukt? Ja, ik heb hier allemaal wiet. Oké. Ah, kut. Ja. En wat moeten we nu? Dit moeten we dus nu opruimen. Nu door die bakjes, over die bakjes verdeeld. Maar moeten we dit niet hierin zetten? Nee, ik heb het al achterin gezet. Oké, ja, dat heb je al gedaan. Nou jongens, hoe gaat het? Lekker aan het opruimen, zie ik. Stress. Echt. Het valt me op dat jullie niet echt achter de bar vandaan komen. Ja, ik zie wel een paar lege kopjes, vieze asbakken. Misschien willen deze mensen ook nog wel wat te drinken. Ja. Denk aan die servicegerichtheid, hè jongens. Je zijn hier om de mensen in het zonnetje te zetten. Ja. Dat wil ik dan ook graag zien. Hij is wel echt van een strakke koffieshop. Alles net. Jurre, 1 cappuccino met havermelk. Nee, ben je dat? Ja. Oké. Ik maak geen grappen zo. Ja. Maar wacht, er is ook een klant. Dus anders maak jij de koffie. Of ben je de klant? Oh, goed. Ik doe jij was koffie. Nu met de koffie. Ik ben echt op overlevenstand. Oké. Zo. Ja, jou de eer. Aan mij de eer. Ik heb wel mijn twijfels op basis van jullie performance. Ik was benieuwd hoe jullie daar zelf in stonden. Nou, als ik even voor mezelf mag spreken, vond ik het ook wel heel erg stressvol. Alles kwam tegelijkertijd. We kwamen in spitsuur voor de shop. Ik was alleen maar aan het zweten achter die balie. Het was snel een zooitje.
Die proactiviteit waar ik het over had, die heb ik niet echt teruggezien. Daarna ging het wel beter, moet ik zeggen. Toen ik dat even zei, was het ook binnen no time weer opgeruimd en schoon. Dat was goed. Ja, dus we hebben wel snel geleerd. Ja, jullie ontwikkelen. Nou ja, uiteindelijk zijn jullie weggelopen achter de balie. Dan moest ik toch weer zo. We hadden even een break nodig. Ja, ja, nou, maar kan je overleggen dan met iemand. Je kan dus niet zomaar weglopen. Maar ik vond wel dat jullie goed je best hebben gedaan. Nou, ik moet wel zeggen, ik vond de sfeer heel leuk, maar het sloeg soms ook een beetje om. Ja. Ik vond de klanten heel kritisch en ik vond jou ook heel kritisch. Ja. Dus ik denk niet dat het een match is. Jij bent ook een beetje boos, merk ik. Nou, ik merk wel dat het me wat doet, ja. Onwijs goed ingezet. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat ik ben het roerend met je eens. Ja. Ja, als setje vind ik jullie niet zo interessant, maar als jij alleen zou komen, dan had ik het nog kunnen overwegen. All right. Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Bedankt, jongens. Toppie.